Yo, what up YouTube en welkom in de zoveelste video in de Zombie Marathon deze dag. En ik weet niet eens meer hoeveel het is, maar dat maakt niet uit, want we doen vandaag een challenge hier op de map in Origins. Mijn favoriete map, ik mag alleen maar met een handpistol en een shotgun spelen. Dus oftewel, we zijn zwaar beperkt, maar dat maakt niet uit, want deze map is gewoon awesome. Het is mijn lievelingsmap, dus ja, ik heb het gevoel dat we wel aardig ver gaan komen. Ik ga mijn best er gewoon voor doen. En sowieso heb ik net een shovel gepakt. En ik wil mijn money. Oh, hier zit hij wel weer op. Op sommige Black Ops maps heb je geen coins en op andere weer wel. Maar niet uit. Hoi broer, hoi. Hey, rustig. Ik krijg een warm onthaal, ik word gelijk geknuffeld hier. Hij dacht, Rex, wat was je al die tijd? Nou, ik ben hier en ik kill je ook gelijk, bastard. Ik ben wel even vergeten hoe alles ook weer gaat op deze map. Dus het is weer een beetje, ja, snel relativeren. Even nadenken hoe het allemaal weer was. Een beetje kennis maken met alles. Hopla. Mancer, heerlijke gun. Ook een goede gun. En ik heb deze challenge gekregen van Dutch Gaming, volgens mij. Ik weet het niet zeker meer, maar ja, hij zei met de Mancer en alleen met de shotgun. Maar toen dacht ik bij mezelf van, weet je wat, het is wel leuk alleen met de Mancer en de shotgun. Dat doen we in principe ook, maar ik vind gewoon als we dan toch pistol only mogen doen, mogen we ook gewoon handguns boksen. Dat is gewoon wel chill. Ja toch, zijn jullie er ook voor in? Ik wel. Ik ben daar wel voor in. Ik vind van anders is het echt een video van 3 minuten. Ik weet echt niet meer waar alles ligt op deze map, joh. Maar we doen het goed, goed. Oh ja, goed, goed. Oké, okay, genoeg gezongen vandaag. Echt jongens, kijk hoe mooi deze map er ook gewoon uitziet. Het voelt bijna next gen aan gewoon. Dus ik hoop ook echt dat Black Ops 3 de zombies er nog toffer uit gaan zien. En ja, ik ga hem sowieso niet current gen spelen. Ik ga hem sowieso next gen spelen en geef me die gun. Lekker. Ah, ik vind die ballista ook wel een tof hoor. Ik zeg je eerlijk, de ballista noscope is toch een toffe gun. En ik moet even mijn muziek uitzetten, want anders krijg ik een claim jongens. Sorry daarvoor, jullie zijn er live van getuigen dat ik dat eventjes fix. Maar ik wil gewoon geen gezeik krijgen met die gasten van YouTube. Want ze zitten er echt heel erg op. Dus muziekje gaat uit. En wij kunnen terug. Yeah. Hier moest toch ergens die blauwe plaat liggen. Ah, kijk. I found you. Niet dat ik er iets mee ga doen of zo. Maar ja, als die er toch ligt, kan ik hem net zo goed oppakken. Bijna out of ammo. Dat is wel een trouble. Maar ja, maakt niet uit. Push je gewoon nog steeds door zombie blood. Lekker hoor. Wie kan me tegenhouden? Niemand, want ik heb zombie blood. Zombie blood! Hopla. Dus ja, weet je, de Remington Pistol Only Challenge is dit dan. Op een moeilijke map, Origin. Een moeilijke map met tegelijkertijd toch wel veel voordeel. En ja, dat is natuurlijk die zombie blood. Insta-killetje eruit. Oh, oh. We gaan als een trein, man. We gaan echt niet normaal. We go like an animal. We gaan echt niet normaal. Lekker. Die like the rat you are. Spelen trouwens met Nikolai. Ik mag hem wel. Ik vind hem wel tof. Ik vind hem wel tof. Ik mag hem voor de karakter die hij is. De karakteristieke geit die hij heeft. Gewoon. Kijk die huge ass robots ook gewoon, hè. Hallo! Meet my trans gun. Is de Remington een trans gun? Ja, toch? Ja. Oh ja, de power moest natuurlijk aan. Ik zat net te lezen. Ik denk, wat staat er nou boven die box, joh? Maar dan moest ik hier ook weer doen, toch? Ja. En dan komen er van die stroomkoninkjes aan. Of ridders, of hoe je dat ook noemt. Ik heb trouwens die easter egg wel gehaald op deze map. Was een bit motherfucking lange easter egg. Echt, het is niet normaal. Maar ik heb hem wel gehaald. En daar ben ik wel blij om. Want dit is een best moeilijke, vind ik zelf. En die cutscene was best wel grappig. Ook dus die Rietstoven in het klein. En Samantha. En ja, was wel een leuke easter egg. Maar een moeilijke. Een harde. Echt een harde easter egg. Een zware easter egg. Een pittige easter egg. Ja, dood. Wat zit hij nou te dansen? En nog steeds overleef ik hier, hè? Maar goed, het is only wave 4. Ik overleef nog steeds, jongens. Kom maar halen.
We never surrender. Je hoort het zelf van Nikolai. We geven ons toch nooit over. We never surrender, bro. We never will. We never do. Oké, 5000 punten al. Maar goed, de deuren zijn duur hier. Vergis je niet. En we kunnen pas pack-a-punch natuurlijk als alle stroomapparaten aanstaan. Al die, ja, pompen. Hopla. Instartje erbij. Dus ik ga even kijken of ik nog wat kan krijgen, jongens. Wegwezen nou. Geef me een goede handgun. Nou ja, dat vind ik een leuke gun, maar daar mag ik niks mee. Daar mag ik helaas niks mee. Dat is zo stupid als ik weet niet wat. Stupid als ik weet niet wat. Ja, ik wil je best helpen, Samantha. Heb ik ooit al een keer gedaan? Toen ben je er zelf weer in teruggekropen. Nee, we gaan niet nog een keer de Easter egg doen. Duurt veel te lang. En solo is die best wel hard om te doen. Dus nee, dat gaan we niet doen, Samantha. Sorry. Het spijt me. Het spijt me. Oké, ik was helemaal vergeten dus deze generator ook aan te zetten. Lekker, oké. Generator Uno is ook klaar, hè? Wegwezen, zombies. Uit mijn weg. Ik mag alleen maar met de shotgun en handguns, maar nog own ik jullie. Wat het wel een chill is aan deze challenge, trouwens, dat ik alleen met de Remington of de Mountain mag, is dat ik ze gewoon kan diggen en dat ze weer naar boven komen en dat ik dan weer gewoon volle ammo heb. Dat is wel weer het enige voordeel aan deze challenge. Oh, de Python. Yes, we take it. De Python. De Python. Hij heeft een Python, man. Hij krijgt nou wat. Ja, ja. En nee, MP40, sorry, ik moet je dissen, man. No date for us. Jezus, die Python is sterk, hè? Wat voor kaliber is die Python eigenlijk? Weet iemand dat? Zet het even beneden in de comments neer. Wegwezen. Kijk, dat bedoel ik. Dus je krijgt gewoon een vers Remington. Kijk, switching, hopla. Weer een volle 48 Remington, 48 clip size. Kunnen we al wat bouwen? Additional parts required. Wat zou het toch worden? Nee. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar Juggernaut. Ik weet niet meer waar het ook weer zat. Oh yeah, dit is zo'n epic map, jongen. Die vliegtuigjes erboven. Laat ik maar gelijk gaan voor een andere generator gewoon. Ja, dat gaan we doen. Gewoon lekker voor andere generator. Generatortjes aan. Oh my god. Shit. Het wordt best wel moeilijk nu. Oh. Ja, ja. Het wordt echt wel moeilijk nu. Yes, oké. De transistor is aan. Dik. Wat kan... Ah. Ik krijg maar een zombie. Ja, soulboxen ga ik ook niet vullen. Sorry jongens. Ik ga gewoon alleen de challenge gewoon doen. Oh ja, dit is die perkmachine natuurlijk. Waar ik voor 1500 een random perk krijg. Laten we hopen op Juk, hè. Laten we hopen op Juk. Nee. Kom op, ik heb meer zombies nodig. Want ik kan een perk halen. En die perk is wel vrij belangrijk. Want ik wil Juk. Voor een goedkopere prijs. Oké, nog eentje. Ja. Nog één zombie. Oh, nog eentje dan. Ja, ja, ja. Wat krijgen we? Kom op. Pray for me. Pray for me. Juggy. Juggy. Goedkoop. Ja? Ah. Nee. Nou ja. Hier heb ik dus echt totaal niks aan nu, jongens. Maar goed. Maakt niet uit. Maakt niet uit, hoor. Ik ben wel tevreden met de perk die ik heb gekregen. Maar ik kan er alleen niks mee. Behalve als ik een, een raygun had. Oh my god, die robot komt eraan. Oh my god, even snel uit de weg gaan hoor, want Abla. Shit.
Oké. Out of the way, out of the way. Het enige rotte aan deze challenge is wel weer dat ik te weinig punten krijg, zeg maar, met een shotgun en een handpistool. Maar goed. We nemen het maar voor lief. Ik heb je lief. Oh, dubbel points. Kijk, zeg wat over punten. Ik krijg gelijk even een dubbel points erbij. Zo van, oké, je gebeden zijn verhoord. 1775 aan punten. Nou, daar kan nog wel wat bij, hè. Oh, bitch. Oké. 2035. Nou, ik hoop dat ik dat ooit red. 2035. Ah, ik krijg alleen maar echt zombies uit de grond. Wat een troll, zeg hij. Yep, volle Remington. Lekker. You have to follow the steps. Maar vandaag niet hoor. Vandaag ben je gewoon lekker vrij. Dus hoef je de steps niet te doen hoor. Zeker niet. Zeker niet. What are you thinking about? Zeker niet. Ik ga je niet zeggen. We hebben een challenge te voltooien. Handgun, shotgun only. Lekker hoor. Ik ben een baas met mijn Python. Ik ben een baas, G. Wat had je, hè? Ik ben een baas, G, met die Python. Hier, take my Python. En we kunnen zo meteen lekker Juggy gaan kopen. Hoe heerlijk is dat, hè? Ah, die Nikolai is altijd zo sarcastisch. Ik hou ervan. Oh, wat ligt daar dan? Een kaboom, joh. Daar ligt gewoon een kaboom. Nou ja, die gaan we niet pakken, hè. Think so love als je een kaboom pakt. Oké. Lekker, weefje. Een weefje. Een weefje van die kleine zombietjes. Wegwezen. Of je meet met Python. En dat wil je niet. Lekker, 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 lekker Juggy kopen. Oké, ik had het echt niet verwacht na zo'n lange tijd. Ik weet nog dat deze map zo moeilijk is. Dat wist ik nog. En dan toch nog zo ver komen eigenlijk. En dan gewoon al 3 perks op zak hebben. Jezus. Maar ja, daarvan is er natuurlijk eentje gewoon kut. Want daar heb ik niks aan. En de rest is wel gewoon oké. Dus ja, we gaan maar gewoon voor de volgende generator. En die zit dan hier, oh. Bij de kerk natuurlijk. Ja, ja, nooit vergeten. Helemaal nooit vergeten dat hij daar zat. Dus we gaan het gewoon flikken. We hebben lekker een zombieblotje erbij. Lekker hoor.